Madnessen! Ik heb een caravan gekocht. Ugh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 afleveringen verder. Welkom bij de finale. De laatste loodjes aan de bak op wielen. In 2 dagen. Ziek getransformeerd. Dit ga je niet geloven. We zijn veel te druk bezig geweest met de hut, waardoor ik iets totaal over het hoofd heb gezien. We lopen er even heen, anders. Het heeft langzaam wegrotten op de oprit. Het is een treurig aanzicht. Dames en heren, we gaan verder naar de caravan. Tijdje geleden, man. In 9 afleveringen zijn we een aardig eind gekomen. Wat begon als een verlaten locatie op de oprit? Rotte muren. Rotte matrassen, dikke rotzooi, aardig wat sloop- en vervangwerk verder. Hadden we eindelijk een hok waar we mee konden werken. Een nieuwe vensterbank, nieuwe zitbank, een nieuw bureau met stapelbed, stroom, ledverlichting en... een dikke vette laag graffiti erbovenop. Kijk dan hoe mooi. 6 maanden later ben ik een beetje vergeten. Nog een hele muffe bak. Kogelgaten. Waar de f*** is het raam? Tijd om dit ding 100% af te maken. Er moet nog best wat gebeuren. Maar dit hok ga je zo meteen niet meer terug herkennen. Geloof me. Hé, hey, wie zie ik daar eigenlijk door de weerspiegeling? Hey, ja. Ben ik weer. Welkom. Giro in the house. Extra mankracht om deze bak goed af te krijgen. Zou deze gifbak het nog doen? In ieder geval, dit heeft werk nodig. Ik vind sowieso die poepkleur van die dingen niet mooi. Stap 1 van het afmaken. Weg met die lelijke bak. Ligt er ook nog allemaal in? Gast. Gevaren driehoek. Misschien nog handig met dit ding. Later. Bak. Wow. Wat zijn jullie aan het doen, mannen? Even serieus. Mannen! Weg ermee. Met de bak. Quality content of niet? Is het helemaal vastgeroest? Nou, we hebben maar vooral handschoenen aangedaan, want dit is echt gevaarlijk, hoor. Hij zit wel al goed los in ieder geval. Oeh, zo. Tegelijk. En weg is die. Cleaner. Kijk eens, joh, er zit gewoon nog fluid in die slang. Zie je het? Is 20 jaar oude caravan fluid. Wat een zooitje in de keuken. Ja, alles is eigenlijk een bende. Treurig. Goed. Even de tent opruimen. Tadaa. Tada! Oh, oh, oh. Overnachting in de caravan. Die komt er ook nog aan. Abonneer en mis die dingen niet. Ik ben even naar de winkel gegaan. Grasmatjes. Deze keer wel met spriet. Oh. En ook even wat graffiti. Zijn nog wat behoorlijk wat oppervlaktes die een kwakkie kunnen gebruiken. De lelijke poepkleur keuken is als eerste aan de beurt. Tomatensoep gevonden, jongen. Oh, uit welk jaar? 2010 is die verlopen. 2010.
10 jaar oude soep drinken. Ik voel een nieuwe video aankomen. Ja, jij drinkt hem maar. Prima. Zo, daar gaan we weer. De vergassing. Geprimed keukenkastje. Nou, dan worden kiezen. Welke kleur knallen we erop? 6.5 hours later. Echt, daar hoeft geen kleur meer op. Primertje goed. Dat is echt heel anders dan die muffenhoutblok. Nou, nu daar hetzelfde verhaal. Daar moeten we, ben ik bang, wel eventjes wat afplakken. Natuurlijk gebruiken we hier op het T's YouTube kanaal duct tape als afplak. Toppie! Let's go! Mensen, kom eens even kijken. Ik moet jullie even wat laten zien. Kijk eens even hoe clean dan. Dadelijk alles geprimed. Wat een lakje verven doet, hè? Ja, dat ziet er compleet anders uit. Gaan we dit dan wel houtkleur houden? Primer vs niet. Primer vs niet, ja. In ieder geval nog wat zwart hier en wat zwart daar. En die hokjes krijgen ook nog een fijn kleurtje. Nou, eens even wat blue erbij. Voor de leuk. Ah! Wajo, die kleur komt wel goed door hoor, met die primer. Kijk joh, je ziet de mist van de verf gewoon hangen. Oh, we hebben deze hele hoek ook compleet zwart gemaakt. We komen dadelijk daar weer die nepplanten tegenaan en dan is het beter dan ooit. Oh, de wielkast. De combo. Ultiem fris. Hier, dit dan. Oei, oei, oei. Flink wat flesjes spuitverf er doorheen inmiddels. We komen er. De transformatie. Oeh, die primer houdt wel van druipen. Ik zat te denken aan wat red op de afzuigkap. Ja. Rode afzuig. Ik kan echt niet wachten om die teet er nou vanaf te trekken. Oogt al heel anders. Die wieldop. Of wielkast. Schijnbaar hadden we dus ook gewoon normale afplaktape. Lig ik hier weer met duct tape te doen. Ik kan eerlijk gezegd ook wel wennen aan die houtkleuren. Ja, we toch even kleurtjes tegenaan. Maar. De laatste beetje spuitwerk. En dat was de primer over alle vakken. Holy shit. Dit is absurd. It's pretty clean. Hier zit ook nog kogelgaat in de deur. Wat een geschiedenis, hè, met deze bak. Dit is ook een sick aanzicht. Met zo'n Picasso-hok of zo. Nee, er is zo'n schilder die dit soort kleuren allemaal gebruikt. Ik weet niet meer hoe die heet. Mondriaan. Piet Mondriaan. Weten we dat ook weer? Oh, goedemorgen. Ja, we moeten af en toe. We zijn eigenlijk al 100 keer naar buiten gelopen voor frisse neugd. Neus. Neugd? Ik kom er ook helemaal. Heb je dat niet? Nee, man. Sla wel mijn adem. Helemaal. Daar
dames en heren, dat waren de laatste kwakjes. Spuitverf. Het ziet er flink sick uit. Het is echt... Oi, oi. Vanochtend was dit nog gewoon een muffe houten kist. Ha! Man, wat een vooruitgang in één dag. Ongelooflijk. Nieuwe dag. Oh! Het is een nieuwe dag, mensen. We zijn weer al naar de winkel gegaan. Bijzet campingtafel. LED-verlichting. Nog meer LED-verlichting. Kussens. Holy shit. Dit Hannah Montana kussen. Ik weet niet wat het hier doet. Mijn moeder heeft het hier neergelegd, maar hey. Gaan we door met de volgende stap. Grasmatje. Kunstgras. Dat is echt een kwaliteit matje. Dit gaat goed. Kijk eens even. Sick. Jullie zijn vast heel benieuwd hoe de grasmat eruit ziet. Helemaal tot buiten, om de wielkast heen, om het paaltje heen. Oh, what the fuck? Oh, je kan hier nou zo lekker op sokken rondlopen. Hey ja. Echt sick. Ja man, oprecht. Kijk, dit paaltje ligt ook goed, met gras helemaal tot achter. Geen grond meer te zien. Nee, maat. Geen stukje oude caravan meer te zien nu eigenlijk. Hè? Alles heeft gewoon een lakkie gekregen nu. Transformatie. Zo. Oh, dit is lekker, hè. Ja. Heb je de tafel? Ja, dit is perfect. Biertje erbij. We zijn nog niet klaar. Oh shit. Oh mijn god. Gaat de koelkast het doen? Ja. Oh. Wat? Oh. Ja, ja. Die koelkast gaat het volgens mij niet doen. Maar er kwam wel ergens een geluid vandaan. Ah. Oh. Oh. Zouden we hier nou ook gewoon kunnen opladen en zo? Ja hoor! Ja, ja. Gewoon door de caravan! Wel ziek! Zouden die lampen het ook doen? Ja! Kijk dan! Gast, we hebben gewoon licht! Nee joh! Ja, allemaal leuk en aardig, maar we hebben nog steeds geen raam. Ik heb toevallig nog een duct tape bootraam liggen. We gaan het zien, hè? Van het ene project naar het andere. Kijk eens, dit moeten we hebben. Ik weet nog, dit was een plaat van 80 euro. Ja, we recyclen die boel. Ja, dit bedoel ik. In principe de hoogte is net goed. Maar aan de zijkanten komen we tekort. En het wordt nog een kunstje om het hier zeg maar waterdicht te maken. Want hier komen echt ladingen van water als het regent. We maken hem wel even schoon. Allereerst de boel afmeten. 140. Wow. Moment van de waarheid. Sick! Zo. Plankje er tegenaan. Kijk eens even! Die zit al goed vast. Oh, ziet er goed uit. Wat zie ik daar nou in de reflectie? Kit! Oh, het ziet er echt raar uit, hè. Genoeg kit op alle gleufjes. Houdt het water een beetje buiten. Oh. Past net niet eigenlijk.
Ja, top. Aight. Je ziet het misschien, maar er zit al goed wat kit tussen. Hier aan de zijkant ook. Er komt er geen vocht meer doorheen, hoor. Wat is hier gaande eigenlijk? Kijk, we zijn aan het proberen met het lijmpistool de kogelgaten op te vullen. Mr. Carglass. En ik repareer. En je vervuilt. Sterretje in je ruit. Bel Giro. Eventually. Oh. Holy shit! Het werkt goed, ja. Ah, top, joh. Gewoon goed gefixt. Lekker, man. Tijd voor de allerlaatste stap van de caravan renovatie. Dung dung, let's trip. We hadden sowieso natuurlijk al een let's trippie. Maar hoe meer, hoe beter. Die hangt hier dadelijk goed. Oh, strak tegen het dakje. Goed, dan gaan we nu met de led hoor. Naar de andere kant. Goed joh. Aansluiten, ik wil het zien. Oh. Zal die het direct doen? Ik weet het niet. Bam! Helemaal door de kiet. Kijk eens hier, de hokjes ook verlicht. Oh, sick joh. Wat een verandering in één video. Goed mensen, we hebben nog wat zeppers. Die ooit door oude mensen zijn gebruikt. Nu liggen ze hier. 1, 2. Goeie toevoeging hoor. Dames en heren, in 2 dagen zwoegen is het van een rotzooi op de oprit naar een caravan die af is. Dus dames en heren, een jaartje te laat, maar hij is af. Kom, check. Oh mijn god. Gast, wat de f*** is hier gebeurd? Waar, yo? Deze zithoek. Fijn raampje, hè? Kijk, dit is ook fijn, hè? Goed verlicht. Yo, what's up, eekhoorn? Hier onze nieuwe tiki bar. Ja, hier lig je gewoon goed. Daar lig ik dadelijk ook, met de overnachting. Ik kan het haast niet geloven. En weet je wat het lijpste is? Ik weet niet of jullie nog weten hoe dit ding er in het begin uitzag. Toen ik hem voor een veel te hoge prijs van Marktplaats gekocht had. Niks meer van te zien. Top transformatie noem je dat. Wat een project en wat een geruststelling nu die zo af is. Like deze video. Dan ga ik zo snel mogelijk met deze bak kamperen. Ja joh. Prachtig. Dus abonneer zeker en dan mis je geen zak. En er is nog steeds 25% korting op alle Ties kleding. Dus check it. De Tieswinkel.nl